Welkom bij Camper TV, het online videokanaal voor camperaars en kampeerders. Hallo kijkers, in de vorige video hebben we het verhaal laten zien van Piet Boukema. Misschien weet u het nog, de fietsdrager voor op hun zelfbouwcamper. Nou, in die video hebben we beloofd om de camper ook aan de binnenkant te laten zien en dat gaan we in deze video doen. Ja, het ziet eruit als een woonkamer, hè? Dit is een complete woonkamer, ja. Ja. Dit is ook niet zo moeilijk om te maken, dat zie je wel. Dat is de zijkanten goed isoleren. En eerst het elektrisch aanleggen. En de deur die we achter jou zien, dat is de toegang naar de cabine? Ja. Dus je kunt van binnenuit naar de cabine? Ja, we kunnen van binnenuit. Kunnen we zo de cabine? Ja. Okay. Dat zo kan zien. Ja, dan kunnen we ook gelijk mooi even zien dat je dus inderdaad de fietsen, dat hij niet, en daar sta ik nog, want je zit natuurlijk. Ja, daar heb je geen last van. Daar heb je geen last van, nee. Nou, dat is van de vloerverwarming, elektrische vloerverwarming, ja. Zit hierin. En daar zit gewoon de radiator. Hier zit de radiator. Het is gewoon centraal verwarming. Ja. Het is echt een huis op wielen. Het is geen camper. Nee, het is geen camper. Nee. Keuken erin van 2 meter. En toen zei ik, nou, het is nog wat te kort. Ik zal hem even langer maken. Dus daar hebben we een stukje bij aangemaakt. Dat is dan wel weer een camper, hè? Ja, dat is een camper. Nou, en ja. Gewoon een koelkast erin met diepvries. Alles is 230. Alles is 230 volt. Hier zit de douche, 90 bij 90. Wastafel en een formaal wc. En dat werkt perfect. Is dat te vergelijkbaar met zo'n Sani Brouilleur bijvoorbeeld? Ja, het is een Sani Brouilleur, daar is mee te vergelijken. Ja. Ja. En, dat werkt... en een gijzer voor warm water. Dat werkt ook perfect. Ja. Nou, en daar slapen we. Gewoon de bedden erin. En daar zit een oven in, werkt ook gewoon. En de verwarming, vertelde je? Ja. Dus dit werkt op centrale verwarming. Ja. En de ketel, waar vind ik die? Die zit onder de vloer, buiten. Oké. Okay. Ja. Dan moet, die gaat op dieselolie en je moet niks binnen willen hebben. Nee. Gasfles ook, zit buiten. En de gasfles die heb ik aangelegd, allemaal met eerst een slang en dan verder naar binnen, allemaal koper. Allemaal koper, dus mooi. Ik kan niet met slang naar binnen toe. Dat is te gevaarlijk. Koperen leiding is beter. Uit één stuk. De volle automatische schotel, u drukt hem omheen en draait hem. En hier zit de pieper. En dan kijk je dat hij piept. En dan gaat het wijzertje steeds hoger. Nou, dan zoek je even, ja hoor, ik heb hem weer. En dat is het. Er zitten 3 tanken in. Ja. Eentje van 350 liter schoonwater, 220 liter afvalwater en 110 liter wc. Het toilet, dat is een vermaal toilet, zeg je? Een vermaal wc, ja. Ja. Dus dat werkt dat zonder chemische vloeistof? Werkt zonder chemische vloeistof en dan komt eruit als chocolademelk. En daar staat mijn hobby. Nou weten we ook direct waarom de fietsen voorop zitten. Precies. Nou zie je waarom dat de fietsen voorop moesten. De hobby staat achterin. En kun je even uitleggen, ik zie daar iets van een takel, dat is om de motor eruit te takelen? Ja, die kan draaien. En dan hebben we de motor eraan hangen, we trekken hem aan, laten hem zakken. Ja. En zie je, hier zie ik bijna een complete meterkast zitten. Ja. En daar zit de omvormer, 3600 watt. En dat zijn de accu's. 4 keer tractiebatterij. En wat wil dat zeggen, een tractiebatterij? De tractiebatterij heeft veel dikkere platen. Er zitten allemaal platen in. En die zijn veel dikker dan bij een normale batterij. Hier kun je 80% uithalen. En dan moet je weer laaien. En is dat wel een loodaccu? Ja. Het is een loodaccu. Ja. Kijk, het mooiste is tegenwoordig de lithium-ion. Lithium?
De lithium. Lithium-ion. Ja. Hoe heet die eigenlijk? Ja, het is de lithium-accu. Ja, nou, dat zijn de moordaccu's. Ja. Lekker licht, zijn zo vol. Kun je ook helemaal leeg trekken. Maar ja, die zijn stukken duurder. Met de omvormen. Nou zitten we aan de stroom met 4 ampère. En 4 ampère is nog geen 1000 watt. Dus als je het koffiezetapparaat aanzet, springt de stopper uit. Maar wat doet deze? Die neemt de rest uit de accu's. Hij laat nou de accu's, dus er zit stroom in. En dan zegt hij, hey, er wordt meer gebruikt uit die 4 ampère. Nou, dan haal ik ook wat uit de accu's. Dat is ideaal. Piet, ik zie daarboven nog iets. Dat lijkt eigenlijk wel een soort van expansievat van een centrale verwarming. Ja, er zit gewoon centrale verwarming in. Dus het is het expansievat van de centrale verwarming. En die verwarming werkt op diesel, olie? In de verwarming, in de radiators, zit koelvloeistof. Want zet je hem aan de kant en het begint te vriezen, dan bevriest de boel niet. En verder werkt hij op dieselolie, ja. Daar zit een Ebers-Becher dieselolie-kachel onder. En dat werkt perfect. Ja, je kunt zelfs de waterdruk gewoon controleren, hè? Ja, ik kan gewoon controleren hoeveel ik erin heb. Piet, ik vond het heel bijzonder dat je ons dit hebt wel laten zien, samen met mevrouw Maria natuurlijk. Heel erg bedankt. Je hebt een hoop duidelijk gemaakt. En we komen elkaar vast nog een keertje tegen. Dachten we wel, ja. Ja, dat dacht ik wel. Dus we wachten maar af. En ja, de wereld is maar klein. Want die stonden net mensen, nou die had ik net in Sint-Nicolaas gehaald moet. En we staan hier. Ah, hij zei, ben jij er ook weer? Ja, ik zei, ik ben er ook weer. En dan zeiden, ja, de wagen valt op, het fietsenrijk valt op. Maar ja, dat is zo. Nou ja, en natuurlijk wens ik jullie heel veel succes bij jullie zoektocht naar een huis zonder wielen. Een huis zonder wielen, ja. Nou, voor mij hoeft het niet, maar voor Mario wel. Ja. Maar dat komt wel. Ja, okay. Het huis komt wel. Dankjewel. Vond u deze video leuk? Geef dan een duim omhoog en abonneer u gratis op het YouTube-kanaal om niets te missen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video van Camper TV.